De Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA, heeft zich gisteravond middels een cocktail media lounge gepresenteerd aan de media en de toerismesector. SHATA heeft als doel het stimuleren van de duurzaamheid van het toerisme in en buiten Suriname. De formele presentatie had plaats in het courtyard bij Marriott Hotel. Het bestuur staat onder voorzitterschap van ex-staatsoliedirecteur Mark Waaldijk, terwijl de dagelijkse leiding ligt bij Sinfra Zaandam. De organisatie is op 24 februari dit jaar opgericht, maar het officieel startschot heeft pas gisteravond plaatsgehad. De organisatie hoopt dat zij hierdoor op zeer korte termijn, met ondersteuning van gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties en bedrijven, een push kan geven aan de toerismesector. Uiteindelijk moet deze sector een grote pijler worden van de Surinaamse economie, naast landbouw, mijnbouw en bosbouw. SHATA is opgericht vanuit het Surinaams bedrijfsleven. Volgens Waaldijk komt de organisatie, gezien de huidige economische ontwikkeling, op tijd. We niet alleen afhankelijk kunnen zijn van de miningsector. Nu hebben we lage goudprijzen, lage olieprijzen. Als het toerisme verder ontwikkeld was, hadden we nu nog een pijler die zou bij kunnen dragen aan de economie. Dus men ziet dat en daarom hebben we ook zoveel succes. In korte tijd hebben we bijna 30 leden al die betaald hebben. Dat is belangrijk, want zonder geld doe je niks. En men ziet dus de behoefte, men ziet de potentie. En gezamenlijk kunnen we die potentie verder uitbouwen. Legt u het in simpele woorden uit. Wat is het doel van SHATA? Wat willen jullie bereiken? Het primaire doel is om samen te bundelen. Dat is het primaire doel. Want samen ben je sterk. Iedereen heeft zijn eigen organisatie, iedereen doet het. Maar vaak is het wasted money. Omdat ze alleen bezig zijn of in een sector bezig zijn. Terwijl we zeggen, die toerist die komt, moet hier naar binnen vliegen. Hij moet een taxi nemen, hij moet een auto huren, hij moet een hotel hebben. En als die sector in totaliteit niet afgestemd is op elkaar, dan gaat die toerist niet komen. De SHATA is opgericht door de directeuren van Marriott, Torarica, Kersten Hospitality, Mets, Orange Travel en het Wyndham Garden. Inmiddels bestaat de organisatie uit 30 contribuerende leden. Zo is een systeem ontwikkeld waarbij de breedste schouders de zwaarste lasten dragen. Een touroperator kan jaarlijks $500 betalen aan contributie, terwijl dat voor een vliegtuigmaatschappij zoals de SLM $10.000 zal bedragen. Maar, zegt SHATA-voorzitter Waaldijk, alle leden zijn gelijk. En dan kan je zeggen, ja, maar gaan we dan niet de belangen van die grote behartigen? Want die betalen meer, dus ze willen meer. Nee, zoals we het zien, is dat je zegt van, die kleine is ook geholpen met de know-how, de capaciteit van een SLM. Ik neem het even als voorbeeld, maar het kan ook een Terrarica. Ze hebben een organisatie, ze hebben managers, ze hebben visie, strategie, die nog ingezet worden voor die kleinere. Dus we zeggen, de kleinere, intern hebben we dan wel een differentiatie, maar extern zijn alle leden gelijk. Dus als de tour operators een probleem hebben, gaan wij als board erachteraan. We zijn als bedrijf, Torarica, toch wel een zeer belangrijke speler in de toerisme-industrie. Maar je merkt steeds weer dat je in je eentje kan je veel minder bereiken dan wanneer je als body, toeristische body, één vuist maakt. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal. Wij hebben als hotel hebben we vaak de vraag gekregen van buitenlandse partners. Met wie kunnen we aan tafel zitten om het toerisme met jullie te ontwikkelen? Wij als hotel zijn maar een onderdeel van het totale toeristisch product. Aldus Dave Bouke, directeur van Hotel Torarica. Daarvoor SHATA-voorzitter Mark Waaldijk. We spraken hen gisteravond in de conferentiezaal van het courtyard bij Marriott Hotel in verband met de media cocktail lounge van de Suriname Hospitality and Tourism Association, SHATA.